Goedendag, in deze video gaat het over Fiep. En Fiep is niet de naam van mijn buurvrouw, mijn hond of kat, maar staat voor Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. En dat betekent dat we het gaan hebben over de nieuwe upgrade van de Onroad motorkaart. Die is wat later uitgekomen dan verwacht, zoals je misschien gemerkt hebt, want we zijn in de loop van de ontwikkeling toch tegen wat technische problemen aangelopen. En die hebben te maken met de hele grote omvang van de kaart. Dat heeft ook voor de gebruiker wat consequenties. Er zijn gewoon een paar dingetjes die je moet weten om hem goed te kunnen gebruiken. Dat is allemaal niet ingewikkeld, maar gaan we verderop in deze video uitleggen. In de eerste instantie echter is deze video bedoeld voor het uitleggen hoe je die Fiep-uitbreiding kunt installeren. Het is ook vrij eenvoudig en als je gewoon doet wat er op papier staat of in de e-mail die je gekregen hebt na aanschaf, dan gaat het ook vanzelf goed. Alleen we merken dat goed lezen niet altijd vanzelfsprekend is, dus vandaar dat we het ook nog even laten zien in de video om te laten zien dat het allemaal werkt. We gaan er dus vanuit dat je de Onroad motorkaart Benelux al hebt en al hebt geïnstalleerd en dat je dan wel online, dan wel in de winkel al de uitbreiding hebt aangeschaft. En dat betekent, dat laatste, dat je een code hebt van, ik dacht 8 letters, en daar gaat het om. Daarmee ga je naar internet, naar onroad.nl/upgrade. En dat gaan we nu doen. Enfin, je gaat naar internet. In dit geval zijn we op uiteraard onze site gps.nl, maar in de bovenbalk vul je in www.onroad.nl. onroad.nl/upgrade. Enter en dan komen we op deze pagina. Hier is de vraag of je al een code hebt of dat je die nog niet hebt. In het laatste geval kun je ervoor kiezen om die alsnog online aan te schaffen. Dan heb je hem over een paar minuten in je e-mail. Maar ik ga er nu even vanuit dat je hem wel al hebt. Dus ik zeg ja, ik heb een upgrade code in de winkel gekocht. Nou, die code moet ik hierboven invullen. Dat is de code. Als je hem in de winkel gekocht hebt, heb je zo'n papiertje gekregen. Anders heb je een e-mail. In dit geval vul ik mijn code hier in. Ja, die mag je wel zien, want die gebruik ik nu en dan kan toch niemand anders hem gebruiken. KF. En dan heb ik ook nog een keer nodig de registratiecode van mijn Benelux registratie. Want we praten over een upgrade en die is altijd gebaseerd op een eerder aanwezige kaart. En die registratiecode, die heb je als het goed is nog, en anders vind je hem nog in je e-mail terug. Die staat in de doos van de motorkaart Benelux en die vind je op de sticker rechtsboven. Dat is in mijn geval de IKD. Zo. En nu moet ik kiezen welke regio. En dan zie je dat je eigenlijk precies dezelfde procedure hebt, mocht je dat eerder gedaan hebben als bij de dag. Gaat het je nu om Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, oftewel Fiep, want die E staat voor Espanje. Dan kies je dus voor Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal. Ik kies voor volgende. En stap 1, de unlockcodes zijn met succes gegenereerd. En dan zie je dat ik hier 2 unlockcodes heb gekregen. En dat komt omdat de kaarten van Frankrijk en Italië apart zijn van Spanje en Portugal. Ik zal dat straks laten zien als we het hebben geïnstalleerd. Nu moeten we eerst gaan downloaden, namelijk de Fiep versie 1.01, in mijn geval voor Windows. Daaronder zie je ook nog een downloadmogelijkheid voor de Benelux of de dagkaart. Waarom dat zo is, zal ik ook straks nader uitleggen. Om te beginnen zet ik me aan het werk om te downloaden en ik zeg hier dat hij moet opslaan. Hoe dit eruit ziet is per computer verschillend, maar we gaan ervan uit dat je weet hoe je een bestand kunt downloaden en hoe je dat kunt opslaan. Ik zal er nu even niet op wachten, we gaan snel door naar de volgende stap. Nou, inmiddels is de download compleet. Kies ik voor openen en dan kan ik kiezen voor uitvoeren. Werk je met Windows Internet Explorer, dan kun je er al meteen zeggen uitvoeren. Je kunt ook zeggen, ik sla het bestand tijdelijk even op een andere plek. Hoe dan ook, ik kies nu voor uitvoeren en dan gaat de installer zijn werk doen.
Overigens, mocht het nou niet in één keer goed gaan, deze codes en ook die downloadlink, die ontvang je automatisch ook in je e-mail, op het e-mailadres waarmee je je toestel hebt geregistreerd. Kijk, zo ziet die e-mail eruit. En ook hier zit opnieuw de downloadlinks voor zowel Windows als voor de Mac. Wat ik nu laat zien uiteraard is de installatie voor Windows, maar de installatie bij de Mac lijkt daar sterk op. Nou, tot nu toe is die hele installatie een kwestie van drie dingen. Dat is geduld, geduld en geduld. Je zult eerst een groot bestand moeten hebben downloaden. Dat moet je vervolgens activeren. Afhankelijk van je Windows-versie en je antivirussoftware, et cetera, lijkt het dan alsof er een hele tijd niks gebeurt. Maar ondertussen is die computer heel hard aan het rekenen. Doe dan niet Ctrl-Alt-Delete, ga lekker koffie zetten of iets anders doen. Wacht geduldig af tot de installatieschermen voorbij komen. En dat is een kwestie van akkoord gaan met de voorwaarden en klikken op volgende, volgende, volgende. Dan gaat hij weer uitpakken. Ook dat kan een minuut of 5 à 10 duren. En uiteindelijk kun je kiezen voor afsluiten en gelijktijdig starten van MapSource. En als je dat gedaan hebt, krijg je vervolgens dit in beeld. In dit geval zie je de kaart van Frankrijk er al achter, maar de melding dat de kaarten Frit en SPPT zijn vergrendeld. En dat is de eerste keer dat je merkt dat FIP niet één kaart is. En sterker nog, hij zit ook niet in de dag, want je ziet nu de randen van Benelux bijvoorbeeld, zie je nu niet in beeld. Om te beginnen daarover. Wat is gebleken, dat is dat Garmin en MapSource kan maar bepaalde bestandsformaten aan. De motorkaart is zodanig complex dat we die toch in delen hebben moeten opknippen. En dat betekent dat je straks linksboven zult moeten kiezen of je wilt werken met de kaart Benelux of als je ook dag hebt Benelux en dag, want dat komt wel samen. Of dat je wil werken met Frankrijk-Italië of dat je wil werken met Spanje en Portugal. Je kunt wel de kaarten, meerdere landen dus, ook gelijktijdig overzetten naar het toestel. Maar ook daar zit een grens in. Het totale kaartenbestand op je toestel moet niet groter zijn dan 2 gigabyte. Dat zal ik straks nog laten zien. Maar goed, zover zijn we nog niet, want de kaarten zijn nog vergrendeld. En nou zie je hier, de volgende kaartproducten zijn vergrendeld. Frankrijk, Italië en Spanje, Portugal. Dat komt mooi uit, want we hebben 2 unlock codes gekregen. Ik ga even terug naar het scherm waar die codes staan. En ik ga nu met de muis over die eerste code heen. Ik druk met de rechter muisknop en ik kies voor kopiëren. Of je doet Ctrl-C. Nu ga ik terug naar MapSource. Ik zeg kaarten ontgrendelen. Heel belangrijk, ik kies nu voor de tab ontgrendelbare regio's. En hier rechts kies ik voor toevoegen. En vervolgens druk ik hier op Ctrl-V, oftewel plakken. En ik druk op OK. Nou, dat heb ik nu gedaan. Nu ga ik weer eventjes terug. Nu pak ik de tweede code op. Hetzelfde verhaal. Ik doe nu Ctrl-C. Ik ga naar MapSource toe. Ik druk op toevoegen. Ctrl-V, daar staat hij. De tweede regel, daar mag je wat invullen. Dat hoeft niet. Ik druk nu op OK. En als ik nu druk op sluiten, dan zijn de kaarten ontgrendeld. En kijk maar, als ik ga inzoomen, dan zie je, als ik het kaartdetail ook nog wat hoger zet, nu nog even niks, dat kan kloppen. Dat heeft te maken met het cache-geheugen van MapSource. Het kan ook zijn dat het nodig is om MapSource een keer opnieuw op te starten. Ook dat is afhankelijk van de computer, maar dan zul je zien op een gegeven moment, als je dan gaat inzoomen op de kaart, dan zie je keurig de details en zijn de kaarten ontgrendeld. Gefeliciteerd! Tot slot nog even dit. Ik zei het daar straks al, op het moment dat je gaat downloaden, heb je ook nog de mogelijkheid om een nieuwe versie Benelux en DAG te downloaden. Ook voor de mensen die alleen Benelux gebruiken trouwens. Dat is versie 1.04. Daar is eigenlijk niks nieuw aan, behalve dan dat we daar een stukje extra kaart in toegevoegd hebben. Namelijk de grensgebieden. Ga ik hier onder België kijken, dan zie je dat er een stukje Frankrijk is toegevoegd. Dat is eigenlijk alleen maar bedoeld voor als je over de grens heen routes wil plannen in combinatie met de VIP-kaart. Als je kaarten overzet naar het toestel, probeer er dan voor te zorgen dat je geen overlappende kaarten hebt en haal dan even dat stukje Frankrijk
uit de kaart weg. Dat kan ook links in beeld door de kaarten die beginnen met een F even te deleten. Dan ga je naar de Frankrijk kaart. Nu selecteer ik hier een gebiedje en haal ik de stukjes met België erin. Haal ik er even uit. Dan weet ik zeker dat ik geen overlappende kaarten heb. En op die manier kun je dus wel zorgen, ondanks dat het losse kaarten zijn, dat al die kaarten in één keer naar je geheugenkaart gaan. Al die kaarten? Nee, ik zei het al eerder, hou er rekening mee dat bij de meeste toestellen, onder andere bij de Zoomo, het maximale kaartbestand 2 gigabyte groot kan zijn. Hier zie je, ik zit nu op 443, ik kan er echt wel een heel groot gebied in kwijt, maar als je heel het vasteland van Europa doet, zit je op 3 gigabyte en dan zal het toestel de kaart niet herkennen. Niet doen dus, beperk je op dat moment even tot het gebied wat je echt nodig hebt. Heb je echt het hele vasteland nodig, verdeel dan die kaart over 2 afzonderlijke SD-kaartjes. Veel plezier met de Onroute motorkaart, nu ook in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Tot ziens!